25 dagen aan de gang. En dat betekent dat we vanaf vandaag officieel bezig zijn aan de langste formatie ooit. Nou, VVD, D66, CDA en ChristenUnie die hebben hun eerste nacht op landgoed de Zwaluwenberg erop zitten. Nou, daar hopen ze nader tot elkaar te komen deze dagen en definitieve plannen te maken voor de komende 4 jaar. Ze hopen eindelijk knopen door te hakken. Nou, ze hebben nog even tot het wereldrecord formeren verbroken is. Dat record staat op naam van de Belgen. Na de verkiezingen van 2010 moesten zij maar liefst 541 dagen wachten op een nieuw kabinet. Nou, de toenmalig premier Yves Leterme die volgt op de voet wat er in Nederland gebeurt. Dat staat in het AD. Hij ziet dat politieke leiders bang zijn geworden om zich te profileren, om risico's te nemen, ook tijdens die formatie. Hij zegt de slagkracht van de politiek leidt eronder. Met zoveel partijen die zich vooral van elkaar willen onderscheiden, is het allemaal veel moeilijker. En eigenlijk moeten we ons de vraag stellen, is onze huidige representatieve democratie nog wel in staat om grote problemen het hoofd te stellen? Ja, en die slagkracht hè, van wat zo'n demissionair kabinet kan doen, is dat iets waar ondernemers zich ook zorgen over maken? Van, het gaat nu niet echt verder? Ja, deels wel natuurlijk. Het is, vooral in de horeca ook. Wij voelen zich ook niet echt gesteund. Het is natuurlijk ook weer heel onzeker, hè, de maatregelen die zo meteen weer getroffen worden. Grote dingen worden toch uitgesteld. Is dat het gevoel ook wat bij jou overheerst, Justine? Als je denkt, hè, nu dat record vanaf morgen verbroken. Ja, ik vind een record klinkt als iets heel erg leuks en positiefs. En dat is dit natuurlijk niet. Dus eigenlijk, zo'n wereldrecord, denk ik, laten we dat toch niet doen. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, moet je niet aan denken. 541 dagen. Meneer Karremans, u noemde net al iets waarvoor u op wacht op Den Haag. Ja. Wat zijn nog meer thema's in Rotterdam waarvan u zegt, we hebben een missionair kabinet nodig om het aan te pakken? Bijvoorbeeld de strafbaarstelling van seksuele straatintimidatie. Dat willen we al heel graag. Omdat dat een norm stelt dat we dat niet accepteren. Dus heel veel vrouwen in Rotterdam, bijna de helft van de vrouwen, heeft wel eens last van seksuele straatintimidatie in onze Rotterdamse straat. Nou, we willen dat het straf gesteld wordt. En daarvoor wachten we dus ook weer op het kabinet. Nou, laten we hopen dat er een beetje vaart in zit dan.